was hebben de eerste summer school voor zomer 2023 gehad in juli. Dat was voor de kinderen van groep 7 naar groep 8. En de laatste twee weken voordat de school begint, hebben we groep 8 kinderen die naar de SGB gaan. Krijgen jullie toch wel best veel kinderen die mee willen doen? Ja, het hangt van de ouders af. Zij beslissen of de kinderen bij ons komen, want er is nu wel een beetje concurrentie, want er zijn ook leuke activiteiten bij Jong Bonaire. En ja, het ligt aan de ouders en de interesse van de kinderen. Want bij ons is het accent Nederlands praten. Vertel me toch wel een beetje van die accent van Nederlands praten gedurende de summer school. Ja, overdag, dus nee, in de ochtenduren zijn ze in de klas. Dan doen we leuke oefeningen, bordoefeningen, digitale oefeningen via het digibord. Of ze maken leuke oefeningen, op papier. En na de lunch, dan hebben we leuke activiteiten zoals sport. Of we gaan naar, we zijn bijvoorbeeld, dit keer zijn we gegaan naar paardenrange. En we hebben ook dierenbescherming gehad en schildpadden. Het thema dit jaar was gericht op dieren van Bonaire. En daarom hebben we ook de groepen, we hadden twee groepen van 15 kinderen. Dus groep 7 was 30 kinderen. Groep 8 was ook 30 kinderen. En het thema dit jaar was dieren op Bonaire. Gebeurt dit alleen gedurende de vakantie en net bij het begin van het nieuwe schooljaar? Of hebben jullie tussenjaars ook iets? Als de fondsen ervoor zijn, dan kijken we welke vakantie we dit ook kunnen aanbieden aan de kinderen van Bonaire. Ja, ik ben Stijn, 23 jaar. En ik ben dus uit Nederland gekomen om hier voor de zomerschool te werken. Ook in Nederland heb ik een jaar de zomerschool meegedraaid. En ja, je merkt toch wel dat het een groot verschil is hoe het hier gaat en hoe het in Nederland gaat. Het onderwijs is hier een beetje anders. Het is hier wat meer gericht, wat doelgerichter en wat vrijer in de klas. Dus je merkt echt dat de kinderen de ruimte krijgen om Nederlands te praten en zichzelf verzekerd te voelen in het spreken van Nederlands en het daardoor ook steeds beter gaat. Je hebt het net gezegd, in Nederlands doen jullie ook summer school, maar met dezelfde taal, met de Nederlandse taal? Ja. In Nederland hebben we ook veel leerlingen die de taal nog niet goed spreken, die vooral dan Marokkaanse en Turkse gezinnen, die thuis, net zoals hier, eigenlijk ook heel weinig Nederlands spreken. Dus ja, daar is de zomerschool ook voor de kinderen, gaat het ook om Nederlands spreken en rekenen. Je had het net gezegd, het is toch verschillend, maar vertel toch eens een beetje meer over dit verschil. Nou, hier duurt de zomerschool sowieso al wat langer. het is hier tot 5 uur. En daardoor heb je wel echt de ruimte om die leuke programma's in de middag, waar de kinderen dus echt naar uitkijken. Want 's ochtends zijn ze echt bezig met de taal en de papieren, formulieren maken. En ja, dan heb je in de middag een leuk uitstapje dat je een keer gaat zwemmen en naar de paardenrange. En met de bus gewoon ergens heen om daar leuke dingen te doen. Ja, dat vinden die kinderen geweldig en daar kun je echt de ruimte voor pakken. Terwijl dat in Nederland niet gebeurt. In Nederland is het echt taal en rekenen en dan om 2:30 stop je, want je hebt niet meer tijd. Misschien kun je dit idee naar Nederland brengen. Ja, dat is een goeie. Als ik daar ooit in de organisatie kom, dan zal ik zeker voorstellen om wat meer leukere dingen te doen met de kinderen. En hoe vond je het algemeen Bonaire? Oeh, ja. Nou, in Nederland zijn de wegen heel goed. Nee, dat is wat voor mij als Nederlander opvalt. En natuurlijk ook het weer is hier veel beter dan in Nederland. En in Nederland is iedereen heel erg op zichzelf gericht. En heb je niet vaak dat mensen nog elkaar groeten op straat. Dus je hebt hier op Bonaire een hele open sfeer, een hele gezellige sfeer. En iedereen is vriendelijk.
Dus het is zeker leuk om hier naartoe te komen als er Nederlanders kijken. Goedemorgen iedereen, mijn naam is Nathan. Mijn naam is Diego. Mijn naam is Edric. Vandaag gaan we zeeschildpadden doen. Waar kan je zeeschildpadden zien tijdens snorkelen? Als je zeeschildpadden wil zien tijdens snorkelen, moet je bij puntjes reis en klimmen er zijn. Hoeveel soorten schildpadden zijn op de wereld? Van de 300 soorten schildpadden er leven slechts 7 in de zee. Er zijn 3 soorten zeeschildpadden op Bonaire. Hoe oud kunnen zeeschildpadden worden? De zeeschildpad kan enorm oud worden. Sommige van deze dieren worden wel 100 jaar oud. Wat eet een zeeschildpad? De groene zeeschildpad eet zeegras. De leden schildpad eet liefstwalen en het karetschildpad knabbelt van sponsen. Schildpadden kunnen 100 tot 250 eieren leggen. Hoe lang duurt het om een babyschildpad uit een ei te komen? Het duurt 60 dagen voordat een babyschildpad uit het ei te komen. Bedankt voor jullie aandacht. Nathan, wil je participeren in de summer school? Contaam een tikje, kom erbij. Bon. Bon, denk je sentido? Kie basinha? Holandês, papi mas mío. Ja, papi Holandês mas mío. Diego, abo. Pes un cosco Nathan. Como tá aí o holandês? A baile vai mais minho, você sente mais seguro ou de papo holandês? Sim, mais seguro. Se um homem de papo holandês que vou ver aqui... Me por compreender. Pode compreender. Pro me, você está para ter caso? Sim. Tá bom. Ah, bom. Vai ser uma apresentação aí na holandês, sabe bom? De como será essa apresentação aqui? Para nós três anos holandês. Como vai com o holandês? Bom, ela virou o primo meu. Durante o dia, não gosta de andar na escola que não está holandês ou está papi, não? Sim, bro, com os amigos não está papi, papi, mas não está. Mas tem classe que a frau não está puro holandês? Sim. E está tudo bem? Sim. Eu posso fazer essa entrevista em Nederlands? Sim. Hoe vond je deze initiatief van de Summer School? Leuk. Leuk. Ja. En Diego? Ook leuk. Diego, jij bent naar Summer School gekomen, ja. Maar jouw moedertaal, wat is het? Italiaans. Italiaans. En hoe lang zit je al op Bonaire? 2 jaar. Dus nu praat je hoeveel talen? Papiaments, een beetje Nederlands, Engels. Een beetje Spaans ook. Vertel ons een beetje van Diego. Wie is Diego? Diego is een jongen dat houdt van voetbal. En wil alle dagen videogames spelen. Nee, ja. En hij heeft veel vrienden. Ja. Ja. Dus je bent beroemd. Ja. Waar kom je vandaan eigenlijk? Rome. Van Rome kom je naar Bonaire toe? Ja. Ja. En dan was het toch leuk op Bonaire? Ja, het was veel rustig. Veel zwemmen kan ik me voorstellen, voetbal spelen. Ja, er zijn kinderen die goed voetbal spelen. Goedemorgen, mijn naam is Kishaira. Mijn naam is Gregorio. Mijn naam is Joshua. Vandaag gaan we een kort interview doen met een bezoeker en een ranger. Wat is je naam? Mijn naam is Gregorio Hilario Gomez. Hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar. Waar kom je vandaan? Ik kom uit de Dominicaanse Republiek. Met wie ben je op vakantie? Ik kom met mijn ouders en broertje. Hebben jullie schildpadden gezien? En waar? Ja, we hebben schildpadden gezien in een lak op een klein banaan. Dank u wel. Dank u. Mag ik een paar vragen stellen? Ja, je mag een paar vragen stellen. Wat is uw naam? Mijn naam is Simon Egbert. Ze noemen mij Funtje. Hoe lang werkt u als ranger? Ik werk al 20 jaar naar de Sea Turtle Conservation. Wat is uw favoriete plek om te duiken? Ik ga meestal naar 1000 Steps en Funtje Reef. Hoe kunnen we onze schildpadden beschermen? Niet de schildpadden pakken en niet de vlees eten. Dank u wel voor dit interview.
Wat is een probleem met papa Pulandes? Een tikje. Oké, maar hij was hier ook. Het is part van de entrevist, maar goed, zeg je? Ja. Abo, tu bon number? Mijn number is Gregorio. Gregorio, wat dan ben je samen met mij? Maar tijdens de entrevist, wat we in de Dominicaanse Republiek. Met mijn papa in Hollandees, Cubo. Dus normaal ben je in Spanje, no? Sí. En hoe gaat het met het Nederlands? Een beetje goed. Een beetje goed. Voel je meer zeker van jouzelf nu? Tijdens het praten van het Nederlands? Ja. Ja. Wat heb je eigenlijk goed geleerd hier bij Summer School? Ik kan comprenderen aan meer Nederlands en praten. Dus ik begrijp meer Nederlands? En praten. En praten. Ging het goed? Ja. Mi amigo. Bom. Abo, kom bij de Summer School. Bom. Hoe ging het met Summer School? Goed. Kan je nu beter Nederlands praten? Ja. Ja? Oké, laten we toch even in het Nederlands praten. Wat is jouw naam? Mijn naam is Joshua. En wat is jouw hobby, Joshua? Baseball en voetbal. Twee sporten? Ja. Ja. Gaat beide goed? Ja. Ja. Is het niet te veel? Nee. Nee. Dus je bent een echte sportman? Ja. Goedemorgen, mijn naam is Julian Tilman. Ik deed op sommige en ga twee leerlingen interviewen. Hoe heet je? Mijn naam is Deborah Blijtrogas. En ik heet Alicia de Grijze. Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar en op 8 april ga ik 12 jaar worden. Nee. Ik ben 10 jaar en ik word 11 op 7 september. Op welke school zit je? Wij zitten in school Ampio Papakanus en ik ben in groep 7 en ik ga naar groep 8. Heb je broers of zusjes? Ja, ik heb 3 broertjes, maar ik weet hoe oud ze zijn niet. Ik heb 2 broertjes, 1 van 8 jaar en 1 van 22 jaar. Waarom kom je naar Summer School? Ik kom want ik wil meer Nederlands leren, beter doen en leuker doen met de Summer School. Om Nederlands te oefenen en leuke dingen te doen. Hoe bent je op Summer School? Leuk. We leren Nederlands en we gaan naar paardrijden, zwemmen en meer. Ik vind het leuk, want we kunnen leuke dingen doen met de andere leerlingen. Dat soms heb je nog gedaan. Wat vind je leuk op Summer School? Ik vind zwemmen en paardrijden leuk. Ik vind zwemmen en sporten leuk. En wat vind je leuk? Welke activiteiten wil je terug doen? Zwemmen, paardrijden en sporten. Zwemmen en paardrijden. Welke activiteiten zou je erbij willen? Altijd. Naar klein beneden gaan en ja. Dank jullie wel voor het interview. Hoe ging het met het Nederlands? Goed. Ja, waarom goed? Was je al goed of is het beter geworden? Hoe moet ik dat voorstellen? Ik was beter geworden met Nederlands, want eerst was ik niet zo goed en ben ik heel goed in Nederlands. Dus je gaat deze jaar goed op school? Mm-hmm. Zeker weten. En Abo? Jij? Goed. En het was mijn tweede keer. Oké. En ik vind het leuk. Hou je niet meer van Nederlands praten en schrijven en iets onderzoeken en zo? Ja. En jij? Ik kan een beetje Nederlands praten, maar niet zo goed. Waarom niet? Want ik kan, ik ben van Spaans en ja, het is niet goed. Dus jouw moedertaal is Spaans? Ja. Maar je doet het goed?
Ging het wel beter tijdens de summerschool? Ja, heel beter.